Kees Honden heeft achteraan. Daarvan weten we perfect hoe ze ontstaan zijn, wie de liefhebber van dit ras was. En dan zijn er weer andere rariteiten, zoals bijvoorbeeld de pudding voor je beetje gewoon. Dat zijn de rassen waar wij eigenlijk allemaal nog niet zo heel veel van weten. En ze zijn ook niet zo heel vondig gegeven op tentoonstellingen. Het is pas de laatste tientallen jaren dat zij werkelijk echt bekend zijn in onze kinologische wereld en dan ook meer bepaald de wereld van de schoolkleuren. Zoals ik al zei, hebben we nu poeptypes en spits. Nu, de poeptypes en spits zijn dus al die honden waarvan ik u vertel dat zij ontmoet worden door een mysterie. De geschiedenis van deze rassen is ons nog onbekend. En dan hebben we dus poeptypes en dan hebben we dus nog de spitsen. En spits, het woord insinueert het zelf al. Het zijn dus honden met spitse oren en een spitse snuit. En dan hebben we ook natuurlijk nog onze groep slerenhonden, die we zeker niet mogen vergeten, waaronder de gemakkelijke Alaskan Malamutes en de Siberian Husky. En ook de Samoyed is een slerenhond. Naast het bordje. De tweede plaats. Ja. We willen de hond. Finji. Nee, naast het bordje. Woo! En dan nu. Ai. Winnaar van groep 5. Van de keuring van de Best in Show. Is de Siberian Husky. Proficiat. En dan een applaus voor de Alaskan Ho, 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 ho! Ho, 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 ho! Ho, ho!